gefeliciteerd. Je zesde titel op rij, een record. Ja, je schrijft geschiedenis. Hoe voelt dat? Heerlijk. En dan ook nog op deze baan waar ik ben begonnen, maakt het helemaal mooi af. Is dat het zo, dat het zo speciaal maakt, jouw baan? Ja, ja, nou ja, vooral omdat ik hier ben begonnen. En natuurlijk, ik vind het heel jammer dat er geen publiek is. Had ik graag, weet je, dat maakt het marathon heel leuk, dat het heel toegankelijk is. En ik had graag met het publiek nu willen vieren, maar helaas. Hoe was de wedstrijd? Het was wel een wedstrijd waar er echt veel voor gestreden werd, hè? Ja, ja, ik wilde wel graag een kopgroep. En gelukkig kreeg ik meewerking van een aantal ploegen. En ik wist wel dat ik in de finale dat het zwaar zou gaan worden. Want ja, dan rijden ze allemaal tegen mij. Gelukkig had ik het onder controle, ook dankzij Maaike Verwij. En mooi af kunnen maken. Was het lastig om die switch te maken van het OKT en dan 2 dagen later moet je dit NK rijden? Nou, je moet je wel weer even opladen. Je gaat natuurlijk je werk naar zoiets groots toe. En dan heb je een dag niks. En dan moet je dus weer even een switch maken. Maar ik had er wel zin in. Het enige, toen ik hier op het ijs kwam, dacht ik, ja, dit is wel even wat anders dan Tial. Maar nee, ik had er zin in en ja, het verliep volgens plan. Ja, want je bent onverslaanbaar blijkbaar weer. Nou ja, ja. Nee, ik ben te verslaan hoor. De vraag is dan hoe, want ik vroeg een aantal schaatsers van tevoren, nou, hoe is Irene Schouten te verslaan? En eigenlijk had niemand het goede antwoord. Heb jij daar een antwoord op? Nee. Hoe moet je Irene Schouten verslaan? Bij mij in het team zitten. Ja. En dan nog lukt het niet. Nee, maar het was nu omdat er iemand reageerde op Maaike bijvoorbeeld. Maar als dat niet wordt gedaan, ja, dan hadden we hier een ander Nederlands kampioen gehad. Hey, hoeveel titels ga je nog winnen? Want als je zo door blijft gaan... Nou, ik wilde echt... De 6 was echt, want dan sta ik helemaal bovenaan. Die was heel belangrijk voor mij. En volgend jaar zien we wel weer.